Ik ben uiteraard zeer blij dat het BBP ons huldigt. Men moet ook zeggen dat het de verdienst is van het BBP dat er fokkers, zoals ik bijvoorbeeld, zulke paarden aan de meet kunnen brengen via goede ruiters, dat ze kunnen presteren op dat niveau. De moeder heb ik eigenlijk gekregen via Peter de Mulder en Inge de Riemaker. En hij is bij ons geboren uit een combinatie met Edward. Het was een hengst van het land gestoet. Het was een hengst die ik gekozen heb. Eigenlijk op genetische indexen. En op een foto, ik vond dat een heel mooi paard. Toen als 4-jarige hengst of 5-jarige hengst. King Edward is dan bij ons geboren. Zijn naam gekregen, uiteraard. Zijn moeder was koningin, zijn vader was Edward. Het was eigenlijk een logische combinatie. We hebben hem tot zijn 2 jaar ongeveer heeft hij bij ons op de weide gelopen. Toen is hij verkocht naar Stefan de Vos. Stefan de Vos heeft hem verkocht naar Ines de Vos, die geen familie was. Ines de Vos heeft hem eigenlijk altijd gereden tot bij de jonge paarden en zo. En dat, vanuit dus Vlaams-Brabant is hij eigenlijk rechtstreeks vertrokken bij Janica Sprunger, die toen de vrouw of de vriendin was van Hendrik van Eckermann.